John Winter, jij gaat vechten bij Octagon in Bratislava, in Slowakije, op 29 april. Hoe ben je zo bij hun terechtgekomen? Via mijn manager Gino Cruz, die is gewoon hard aan de bak gegaan. En ja, Octagon is een hele is ja, redelijk nieuw. Ik denk dat ze een tijdje al zijn, maar dat ze steeds groter aan het worden zijn. En dat ze steeds bekender worden in Europa. Dus het is nu wel een van de grote organisaties, MMA-organisaties in Europa. Maar, dus ja, ze doen het heel goed en het is gewoon fijn om daar een contract te tekenen. Contract, want je hebt natuurlijk in Nederland veel gevochten, onder andere hè, bij Levels Fight League en bij Vessen. De Ja. hoeveelste pro-partij wordt dit voor jou? Dit wordt mijn 8e pro-partij. Oké, en wat vind je van de hele opzet van het event? Want ik neem aan dat ze jou ook hebben ingelicht hoe het event eruit gaat zien aan de fightcard. Staan daar nog namen tussen waarvan je zegt, goh, dat zijn vechters die ken ik of daar zou ik wel tegen willen staan? Nou, meer er staan voor de rest geen heavyweights op meer. Dus niemand waar ik tegen wil staan. De enige waar ik tegen wil staan, daar sta ik nu al tegen. Tegen Stuart Austin. En ja, Keita ken ik. Heb ik vaak, we hebben vaak in Nederland hebben we op dezelfde kaart gestaan. Dus bij WFL of ik dacht bij Versus Atlas. Dus vroeger toen hij ook net startte in zijn pro-carrière. En, ja, dus dat is wel lachen. En hij doet veel goed bij Octagon. Dus het is mijn doel ook om gewoon heel snel naar die titel te gaan van Octagon. Ja, want als je kijkt naar de zwaargewichten bij hun, ik moet je zeggen, wij kennen Octagon goed. We volgen ze ook al een tijd, staan in nauw contact ook met hun. Vandaar dat we ook natuurlijk dit interview met jou konden doen. Als je kijkt naar die zwaargewichtenvisie, je hebt het over de titel. Hoeveel mensen moet je voorbij om die titel te pakken bij hun? Ik zou het niet weten. Dat is echt afhankelijk van hoe ik het deze partij doe. Nu ga ik tegen iemand die zijn Octagon debuut ook maakt. Maar het is wel iemand die bij PFL en bij Bellator heeft gevochten. Ook Bama kampioen is geweest en IMC kampioen. Dus ik hoop gewoon hier gelijk te laten hem gewoon te domineren en gelijk te laten zien dat ik een kaliber hoger dan hem ben. En laat zien dat ik gelijk klaar voor die titel ben. Ja. Ja, die heeft natuurlijk bij PFL, je zegt toch bij PFL gevochten, dat is ook een grote organisatie. Het viel me op dat Octagon best Zeker. wel veel van dat soort mensen ook binnenhaalt, hè? Grote namen. Dus ze zijn flink aan de weg aan timmeren, ze doen veel in Duitsland en volgens mij zijn er ook nog plannen om naar Nederland wat te doen. Ja, als je naar je tegenstander kijkt, hoe schat je hem in? Want je hebt hem natuurlijk gebestudeerd. Ja, hij is een goede judoka. Heeft een klein beetje worstelen. Ik denk een sterke jongen. Maar dat zijn bijna alle zwaargewichten. Dus ja, en voor de school veel ervaring. Hij heeft meer ervaring dan ik. Ja, zegt En dat iets? Want ja. jij bent natuurlijk echt wel een knockout man, hè? Ik bedoel, als we naar je record kijken, ook, die ligt er natuurlijk ook niet om. Ik bedoel, je hebt een stevige knockout. Heeft hij die ook in jouw optiek? Of je zegt net, hij is een goede judoka, maar is het ook iemand die in de stand-up zijn best doet? Ik denk dat wel meevalt. Ik denk dat hij gewoon voor de ground and pound gaat. Hij heeft op Instagram ook al gezet dat hij me op mijn hoofd gaat gooien en knock-out gaat en gaat outpounden. Nou, ik zie dat meer als onzekerheid in de stand-up. En waarschijnlijk wil hij zichzelf gewoon meer zelfverzekerheid geven. En ik denk dat dat ook gewoon nodig is voor hem. Waarschijnlijk moet hij zich een beetje oppompen, want het is het einde van zijn carrière. En ja. Je kent het wel. Is hetzelfde als je op vrijdag nog naar het werk moet en doet alsof je er zin in hebt, maar eigenlijk wil je gewoon thuis zijn. En dat is hetzelfde bij hem. Hij wil gewoon nog even cashen. Hij wil het nog even doen, dus hij gaat zichzelf even oppompen alsof hij boos is. Nou, moet hij lekker doen. Als hij te boos wordt, ja, dan gaat het heel snel op zijn kin zitten en dan gaat hij wakker worden en dan is het over. Je Ja, zegt ook, je zegt. ik hoef niet te talken tegen hem, hoor. Dat is niet mijn stijl. Dus. Dat Ja. hoef het niet te vertalen voor me. Hij gaat het vanzelf zien. Dus ik hoef niet. Kijk, ik wil gewoon niet doen wat hij doet. En dat is stoer praten. Dat is gewoon niet mijn stijl. Ik hou daar gewoon niet van. En Ja. dat hij komt met: ik ga hem op zijn hoofd gooien. Outbound, denk van: nee, dat is niet mijn stijl. Ik ben gewoon respectvol naar iedereen. En ik ben gewoon heel netjes opgevoed.
En ik hoef niet anders te zijn, net als iedereen. Net als iedereen wil opeens net als Conor McGregor zijn om een partij te verkopen. Dat hoef ik niet. Mijn statistieken liegen er niet om. Ik finish bijna al mijn partijen in de eerste ronde. Dus ik hoef niet trash te talken. Ik ben heel erg gelovig. Dus dat hoort er ook niet bij. Dus, hij heeft gewoon tegen hele goede gasten gestaan. En hij is een veteraan. Dus hij is wel wat gewend. En ik denk dat hij me misschien wel onderschat. En dat hij me gewoon als een broekie ziet. Dus dat hij denkt, ja, wat komt hij nou doen? En ik denk dat hij me de eerste ronde gelijk naar de grond wil halen. En dat hij me dan denkt dat ik dan moe ga worden. En dat hij me moe maakt. En dat ik dan de tweede ronde niks zou kunnen. Ik denk dat dat zijn strijdplan gaat worden. Als ik gewoon kijk naar zijn stijl ook. En ik denk dat hij de wedstrijd zo gaat denken af te ronden. Maar ik heb mijn condities altijd gewoon goed. En het wordt alleen maar beter. En ik word ook sterker. Dus. Als je kijkt naar een octagon, want je hebt natuurlijk bij Levels gevochten, dat is natuurlijk ook, hè, want het is een Nederlandse organisatie, maar waar altijd toppartijen worden gedraaid, daar zijn de tegenstanders natuurlijk ook niet mis, hè, daar staan ook grote namen. Als je nu kijkt, je gaat nu bij octagon, nou, dan zal je waarschijnlijk een tijd gaan vechten, hè, met als gevolg natuurlijk zo'n titel. Je ambitie daarna, want er zijn natuurlijk nog andere organisaties daarna. Ik wil gewoon naar de UFC. Ik wil gewoon daar ook die UFC-titel pakken. Dat is gewoon de bedoeling. Dat ik gewoon weer een titel voor Nederland. Dat ik een titel weer naar Nederland terugbreng. En ook naar Suriname natuurlijk. Ik ben ook Surinaams. En ja, Bas Rutte heeft dat gedaan. En ik zou graag in zijn voetsporen willen treden. En dus net als ja, Struve helpt me heel veel. Als ik een vraag heb, kan ik het altijd aan hem stellen. En mensen onderschatten hoe goed Struve is, ook in het technisch aspect. Onderschatten mensen. Ik denk dat technisch Struve een van de beste zwaargewichten ooit is. Ook op de grond, ook wat hij me allemaal leert en hoe hij het spelletje bekijkt en wat hij heeft geleerd in Amerika. Ja, hij helpt me daar heel erg veel bij. En de broer van Gegard Mousasi en Gegard Mousasi zelf, die helpen me ook. Dus ik heb en Bert Kops natuurlijk, en mijn grondcoaches. En ik heb ook nog Miles Simpson als striking coach. Dus ja, ik heb genoeg ervaring aan mijn zijde die me gewoon helpen. En ik ben gewoon een spons. Ik hou ervan om mezelf te ontwikkelen. En ik ben eigenlijk een beetje een MMA-nerd. Dus kijk continu hoe ik mezelf gewoon kan ontwikkelen met bepaalde technieken. Daar word ik gewoon blij om. En als ik gewoon naar mijn partijen terugkijk en ik zie dat ik die technieken uitvoer, daar kan ik gewoon van genieten. Je vertrekt denk ik volgende week al voor voor je partij daar naartoe. Ja, donderdag. En Ja. in de tussentijd ben je nu klaar met je voorbereidingen of zit je nog in je trainingskamp? Ik zit nog in mijn trainingskamp tot zaterdag en dan ben ik klaar. En dan doe ik gewoon een paar kleine dingetjes, een klein beetje rustig patchen. Dat ik gewoon mijn lichaam, ik hou van dat mijn lichaam wel gewoon iets doet. Als ik helemaal niks doe, dat is niet per se iets voor mij, zeg maar. Voor de een gaat dat goed, voor de ander dan word ik een beetje suffig van. Heb ik gezien, ervaren dat ik een beetje suffig van word. En dat ik dan niet het beste presteer. Dus ik doe gewoon lekker iets kleins, zeg maar. Ja, Wie zeker. gaan er met je mee deze keer naar Deze keer, ja. Octagon? Dus ik kom uit voor Team Musashi Kops Gym. En Ja. voor United Fighters Amsterdam. En ik neem mee Django Eersel. Die is van United Fighters Amsterdam. Dus dat is mijn BJ-coach die ook MMA ook daarnaast doet. Is echt met een mentor voor me. En daarnaast neem ik ook Niels van Noort mee. Is er iets wat je nog mee wil geven aan de fans of wat je nog kwijt wil? Ja, ik wil de fans zeggen, ja, support me en ja, kom het kijken via pay-per-view. En ja, ik win heel vaak op finish en ik ga ervoor zorgen dat het dit keer hetzelfde gaat gebeuren. Dus ja, zou leuk zijn als jullie kijken. Wens je super veel succes en Top, dankjewel. na het gevecht interviewen we natuurlijk nog een keer graag, hè, om eens te kijken van hoe je het ervaren hebt bij Octagon. Ja, dat is goed. Ja, leuk.